Suriname wordt ernstig bedreigd door illegale houtkap, dierenhandel en andere milieumisdrijven. Deze activiteiten verwoesten niet alleen het Surinaamse milieu, maar ondermijnen ook de Surinaamse economische en sociale stabiliteit. Dit haalde de ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Fauscher, vandaag aan tijdens de openingsceremonie voor een technische workshop over de uitdagingen van milieumisdaad in Suriname. De workshop is onderdeel van het regionale samenwerkingsprogramma van het U.S. Agency for International Development, USAID, om milieumisdrijven aan te pakken. De kracht van onze bilaterale banden blijkt uit onze gezamenlijke inspanningen om urgente worldwide kwesties aan te pakken, zoals milieumisdaad. De workshop van vandaag is een bewijs van het duurzaam partnerschap tussen onze naties, terwijl we samenkomen om de urgente kwestie van milieubescherming aan te pakken. Milieumisdrijven vormen een ernstige bedreiging, niet alleen voor Surinaamse natuurlijke hulpbronnen, maar ook voor de basis van Surinaamse samenleving. Deze misdrijvingen ondermijnen de rechtsstaat, tasten het publiek vertrouwen aan het belemmeren duurzame ontwikkeling en door milieumisdrijven aan te pakken, beschermen wij niet alleen onze planeet, maar versterken wij ook de fundamenten van democratie hier in Suriname. De regionale samenwerking om milieucriminaliteit aan te pakken, ECOS, zal USAID helpen om de regionale samenwerking te verbeteren en de capaciteit van handhavings- en justitieel actoren te versterken om natuurbeschermingsmisdrijven in Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru en Suriname op te sporen, te onderbreken, te onderzoeken en te vervolgen. Procureur-generaal Garcia Paraxin zegt dat de gevolgen van milieucriminaliteit verstrekkend zijn en ieder raakt. De strijd tegen milieucriminaliteit vereist een gezamenlijke inspanning, zowel nationaal als internationaal. Geen enkel land kan deze strijd alleen winnen. Samenwerking tussen landen is dus essentieel om grensoverschrijdende milieudelicten effectief aan te pakken. Door informatie en middelen te delen, kunnen we criminelen sneller opsporen en berechten. Tweede aspect, schade aan het milieu. De schade die milieucriminaliteit veroorzaakt is immens. Denk aan illegale afvaldumping, illegale houtkap, illegale goudwinning, illegale visserij en de handel in bedreigde diersoorten. Deze activiteiten leiden tot verlies van biodiversiteit, vervuiling van water- en luchtwegen en vernietiging van leefgebieden. Ernst Spencer, Senior Development Advisor bij USAID, haalde tijdens zijn toespraak ook aan dat het succesvol bestrijden van milieumisdrijven een gezamenlijke inspanning vergt. Spencer benadrukte dat we allemaal een duurzame toekomst willen zien voor lokale gemeenschappen die ook bescherming van nationale hulpbronnen omvat.